Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we iets super spannends doen. Ik ga namelijk van de dood tot de geboorte in Brookhaven. Ja, dat hoor je helemaal goed. Van dood tot aan geboorte. Dat is geen foutje. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat lukken. Maar allereerst heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven. Alleen met welke hand, dat hangt ervan af. Waar ben je op dit moment? Als je deze video bekijkt vanuit je huis, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Of ben je op dit moment niet thuis? Misschien ben je bij je opa en oma of ergens in een restaurant of zo. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En dan gaan we nu meteen beginnen met het spel. Rest in peace. Oh, kijk nou eens eventjes. We zijn hier op het kerkhof. En daar ligt Jamila. Wat heeft zij een prachtig mooi leven gehad, jongens. Ze heeft nog nooit iets ergs gedaan in haar hele leven. En ze ligt op een prachtig mooi plekje naast haar crush Billy. Nou, beter kan je dat niet hebben natuurlijk. Wacht even. Wat is dat? Ik hoor iets of zo. Ik zag iets bewegen, dacht ik. Zien jullie dit ook? Huh? Wat was dat? Wat gebeurt er? Oh, morgen! Wat is er gebeurd? Hallo? Ik leef weer. Hoe is dit mogelijk? Ik dacht dat ik dood was. Ik lag nog wel hier zo in mijn eigen graf. Ik moet dromen, toch? Hey, maar om te dromen, dan moet je wel levend zijn. Nou ja, zeg. Ik ben levend. Wow, is het misschien mogelijk dat de tijd achteruit gaat of zo? Ik snap er helemaal niks van. Het laatste dat ik nog kan herinneren was dat ik in het ziekenhuis was. Het ziekenhuis. Misschien moeten we daar nog gewoon eventjes naartoe. Want ik denk dat ze hier wellicht het antwoord hebben. Hallo, is er iemand? Iemand in het ziekenhuis die weet wat er met mij is gebeurd? Ik begin een beetje in de stress te raken. Maar ik leef toch echt? Eventjes mezelf knijpen. Ah! Ja, ik leef inderdaad wel. Wat moet ik nu doen? Ik heb gewoon een nieuwe kans op leven. Ik heb mijn hele leven zoveel goede dingen gedaan. Maar stiekem wilde ik af en toe nog wel wat dingen doen die eigenlijk niet mochten. Maar weet je, ik ga het er gewoon van nemen. Nu ik toch weer terug op de aarde ben en uit mijn graf, denk ik dat ik gewoon eventjes iets heel stouts ga doen. Namelijk schommelen! Oh nee, grapje. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, ik denk dat ik misschien iets ga stelen. We hebben hier Starbucks. Ik kan me nog herinneren dat er een medewerker is ergens 20 jaar geleden. En die was zo gemeen tegen mij. En ik ben altijd super boos geweest op Starbucks. Dus weet je wat? We gaan dit gewoon eventjes doen. Handen omhoog, jongens. Ja, wie is er hier? Geef me al je koffie en je donuts. Oh, er is niemand. Nou ja, maakt niet uit. Weet je wat? We kunnen gewoon lekker donuts pakken. Oh, en koekjes. Oh, en een milkshake. Oh my goodness. Ik wil die andere milkshake ook. Dit is geweldig. Hé, ik heb het gevoel dat het alarm helemaal niet afgaat. En zijn er camera's? Dat weet ik niet. Ik kan niet helemaal zien. Maar kijk nou eens even. Hoe kan het zo zijn dat ik mijn hele leven dit niet heb gedaan? Het voelt zo goed. En ik kom er gewoon mee weg. Oké. Misschien had ik het eventjes fout. Ik zit, zoals je kunt zien, nu in de gevangenis. Oh, nou daar ben ik zo heel erg blij mee. Wat een ongelooflijk krap en irritant klein kamertje is dit. Oh. Maar ja, ik moet niet klagen, want ik heb natuurlijk wel iets heel erg stouts gedaan. Dat betekent dat ik nu de rest van mijn leven in de gevangenis moet zitten. Oh. Ah, dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. Op zich wel logisch om misschien eventjes te gaan slapen. Want jeetje, wat een heftig lange dag. Ik ben tot leven gekomen vandaag. Oh, 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 dat doet pijn aan mijn benen. Zo, dat ligt wel een stuk lekkerder. Oh, oh, ik ben oprecht echt heel erg moe. Wel trusten, jongens. Oh, goedemorgen! Wat is dat gevoel? Ik heb gevoel in mijn benen? Hoe is dat mogelijk? Ik sta. Ik zie er ook anders uit. Kijk mij nou. Wow. Een veel jonger gezicht ineens. Dit gevoel is een beetje als toen ik 65 jaar was. Ik ben ineens 30 jaar jonger geworden. Dit is wel ontzettend fijn. Oh, wat heerlijk. Ik ga misschien wel weer terug naar mijn allerbeste jaren van mijn leven. Wacht eens eventjes. Nu dat ik ineens 30 jaar jonger ben, is er misschien een kans dat mensen mij dus niet zullen herkennen. Is er dit knopje dat ik zo in kan drukken? Ja, zo.
Hallo, hallo. Ik loop er gewoon eventjes lekker uit. Heel casual. Na, 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 na. La, la, la. Ja, je herkent me niet. Ik ben nog nooit in de gevangenis geweest, jongens. Ik ben compleet anders dan die andere personen. Dus ik ga er vandoor. Oké, fijn. Doeg. Yes. Yes. Vrijheid. Ik ben gewoon ontsnapt uit het politiebureau en niemand heeft het gezien. Maar wacht even. Ik heb nog steeds dit pakje aan. Oké, misschien moet ik dat snel maar eventjes veranderen. Ha, de kledingwinkel. Hier zijn de meisjes en jongens. Hebben ze geen kleding voor oudere 65-jarige mevrouwen? Nee, ik denk het niet. Nou ja, we doen maar gewoon eventjes wat aan. Zo. Ah. Ah. Wat is dit nou weer voor tiener outfit? Nee, een andere broek dan... Oh my... Nou jongens. Jongens, ik ben bijna 60. Dit is niet helemaal de outfit die ik in gedachten had. Dus we gaan nog eventjes doorscrollen. Oeh, dat is heftig. Ja, een gestreept truitje met een broek. Maar ik ben nou ineens echt ontzettend moe alweer. Jeetje. Oeh, ik slaap bijna. Nee, ik ga wel gewoon eventjes verantwoordelijk zijn. Ik ga heel erg snel naar de winkel toe. Hier zo. Een supermarkt. En even wat dingetjes kopen voor thuis. Zo, een pizzaatje. Oh, dan heb ik zometeen wat lekker te eten. Een flesje water sowieso. En een pakje melk natuurlijk. Oh jeetje. Oh nee, ik ben helemaal vergeten. Ik heb natuurlijk geen bankaccount. Ik heb ook geen pinpas. Oh. Oké. Ja, ik moet het maar eventjes doen. Ik pak snel deze tas. En dan lijkt het net alsof ik hier afgerekend heb. Lalalala, hallo. Er staan er wat mensen buiten. Een beetje zenuwachtig. Ik ga snel rennen. Woehie. Rennen. Nu dat het wel kan met mijn benen. Dat is heel erg fijn. Oké, ik ga snel naar huis. Naar huis. Oh nee. Ik bedenk me nu dat ik helemaal geen huis heb. Oh jeetje. Oh, ik zie daar een motel. Nou, weet je wat? We gaan gewoon eventjes oversteken en kijken of we hier een kamertje kunnen krijgen. Deze kamer is vrij. Dus geef hem maar. Okidokie. Snel de deur op slot. Want ja, ik wil natuurlijk niet dat er iemand in komt breken. Oh jeetje. Ja, ze hebben geen keuken. Kan hier helemaal niks doen. Nou ja, weet je wat? Ik ga gewoon eventjes mijn pizza eten. En ja, ik begin toch echt weer moe te worden. Het is misschien een beetje vroeg. Maar ik ga toch eventjes lekker slapen. Oeh, trusten. Goedemorgen allemaal. En ook goedemorgen aan jou. Wie is dat? Volgens mij ben ik nog jonger geworden. Kijk nou eens eventjes. Ik ben 30. Zo zag ik er precies zo uit. Ik had ook gewoon zo'n pony. En ik had een jong kindje. Hallo. Oh nee jongens. Ik ben weer verantwoordelijk voor een klein inimini-mi. Oh help. Ik raak in paniek. Oké, niet in paniek raken. Ik moet natuurlijk wel het goede voorbeeld geven voor deze kleine. Hallo Lia. Is dit ook wel weer dezelfde Lia als dat ik vroeger had? Ik weet het niet. Ik weet niet eens of de echte Lia nog steeds leeft. Is dit Lia? Oh, ik snap er helemaal niks meer van. Maar ja, weet je wat? Eventjes tot rust komen. Nadenken. Ja, ik weet het. Ik moet en zal een baan krijgen en een huis. Ik ben op zoek naar een baan. Lia, wacht even. Oh, ze is er nog wel. Gelukkig. Ze kan een beetje bijhouden. Oh, enge witte busjes. Lia, blijf er van weg. Ja, goed zo. En eventjes naar links en naar rechts en naar links kijken en oversteken, want er is niemand. Oké, helemaal goed. Weet je wat? Ik ga Lia gewoon eventjes op de schommel zetten. Zo. Oh, ze schommelt met me midden in de lucht. Dat is allemaal een beetje apart. Nee. Ik moet natuurlijk niet afgeleid raken. Ik moet en zal een baan krijgen. Oh ja, een baan. Ik heb mijn hele leven al gewerkt, jongens. Ik heb helemaal geen zin in een baan. Nou ja, even kijken. Waar kan ik solliciteren? Misschien hier zo in de ijsshop. Okidoki. Nou, er staan hier mensen buiten. Hallo. Populair genoeg. Dus er zijn vast wel genoeg klanten. Oké, hallo. Sollicitatie. Ja, ik ben een ice cream medewerker nu. Hallo, meneer en mevrouw. Willen jullie een ijsje? Ja. Ik kan hier een muntijsje voor je geven. Oh, ik eet het per ongeluk op. Oh, ik vind het gewoon zo ongelooflijk lekker, jongens. Sorry, ja, ik heb er wel aan gelikt. Maar hier, alsjeblieft, is een ijsje voor jou. En dan nog een ijsje. Jeetje, ik vind het echt zo ontzettend moeilijk om van die ijsjes af te blijven, want ze zijn zo lekker. Volgens mij heb ik wel genoeg gewerkt nu. Ja, vast wel. Doei, ik ben weer klaar met mijn werk. Ik neem ontslag. Ik heb namelijk genoeg geld verzameld om een huis te kopen. Niet een heel erg duur huis, maar hè, weet je wat? We gaan gewoon maar eventjes opzoeken naar een mooi stuk land. Kom Lia. Hallo Sam. Oh, ben jij misschien de vader van Lia? Ah, hij heeft geen gezicht. Oh my god. Oké, Lia, kom. Snel, we gaan eventjes heel erg snel naar binnen. En ook maar eventjes de deur op slot doen. Zo, dan komt niemand binnen. Goed, we zijn veilig. Nou, ik heb nu een baan gehad. Ik heb een huis gezorgd voor Lia. Ik kan wel eventjes wat eten kopen. Misschien is een banaantje wel goed voor haar. Alsjeblieft, eten maar eventjes lekker. Ja, en ondertussen moet ik eventjes naar de computer gaan. Dit is heel belangrijk. Ik moet namelijk op zoek naar een man en een vader
voor Lia. Even kijken op de dating app. Oh, oh, oh. Huh? Er is een jongen genaamd Billy. En Billy wil met me op date. Oké, okay, hij heeft me uitgenodigd bij een restaurant. Dus we gaan maar eventjes op weg. Okidoki. Oh, ik heb natuurlijk geen auto. Maar ik kan misschien wel eventjes fietsen. Waar is het restaurant ook alweer? Oh ja, nou, ik heb mijn hele leven, 95 jaar om precies te zijn, gewoond in Brookhaven. Dus ik ken het eigenlijk wel een beetje heel erg goed. Ik ben echt heel erg benieuwd naar Billy. Oh, dat was altijd mijn grote crush. Oké, okay, ik ga hier zitten en eventjes op Billy wachten. Zo, ik heb de hele nacht gewacht, jongens. Maar mijn date is nooit opkomen dagen. Dus dat is echt heel erg jammer. Volgens mij ben ik wel een beetje in slaap gevallen. En ik voel me apart, maar wel goed of zo. Ik voel me echt heel erg goed. Ah! Ah! Wat is er gebeurd? Oh nee, oh nee. Ik ben ineens heel veel jonger geworden. Ik ben een tiener. Huh? Oh my god. Nou wil ik echt absoluut en zeker niet op date. En al helemaal niet met Billy. Oh jeetje. Oké, nou ik ga snel maar eventjes naar buiten. Oeh, ik mag helemaal niet hier in dit restaurant zijn. Oh jee. Nou, de hele wereld is open voor mij. Ik ben 15. Oh, dat voelt echt heel erg goed. Ik heb ineens echt een heel erg raar gevoel. Ik heb namelijk heel veel zin in skateboarden. Oh, wat heerlijk. Echt super tof om te kunnen skateboarden. Oh, dat heb ik altijd al willen doen. Woe. Ik ben er echt heel goed in. Oh jeetje, het gaat regenen. Helemaal niet fijn om in de regen buiten te zijn. Wacht eens even, ik besef me nu. Ik ben een tiener. Ik ben 15. Ik moet naar school. Oh jeetje, ik weet niet eens hoe laat het is. Volgens mij is het bijna 9 uur. Oh, ik ben bijna te laat voor school. Oké, okay, daar gaan we dan hoor. En yes, normaal gesproken zou ik met de bus gaan. Maar nu ben ik met de skateboard. Yeah. Oh, dan ben ik wel echt het allercoolste meisje in school. Ja, ik mag natuurlijk niet met mijn skateboard op school. Oké, okay, nou, fijn. Eventjes snel naar mijn kluisje. En zo. Oeh, ik heb een boek. Eventjes een beetje huiswerk doen. Makkie. Jongens, ik ben al lang in deze leeftijd geweest. Dus nou ja, het eerste wat we hebben is wiskunde. Dus wat is het dat we moeten oplossen? X keer 5 is 14. Oh, dat is 2,8. Dat is veel te makkelijk. Ik denk dat ik maar gewoon eventjes doorga naar mijn volgende les. Wat hebben we dan nog meer? Oh ja, Nederlandse les. Oké, okay, dat is altijd wel leuk. Dus eventjes zitten. Je bent zo of je bent zo? Nou, je is dan plus T. Dus het is je bent zo. Dit is echt veel te makkelijk. Ik mag dan wel 15 zijn, maar ik heb de kennis van een 95-jarige dode mevrouw. Oké, okay, nou, laatste les van de dag. Dat is... Oeh, yes, wetenschap. Aantal planeten in ons zonnestelsel. Dat is makkelijk. Dat zijn er 8. Het waren er ooit 9. Maar ja, Pluto, dat telt niet meer als een planeet. Dus, ha, ik verveel me helemaal kapot hier op school. Ik weet het allemaal al. Ik bedenk me ineens. Er was iets wat ik vroeger altijd wel echt heel erg leuk vond om te doen. Namelijk gitaar spelen. Dus, omdat ik op school ben en ik moet iets leren, misschien is het wel tof om te kijken of ik nog een beetje goed ben in gitaar. Het begint immers al best wel laat te worden. Dus, volgens mij is er een talent night. Tenminste, ik had daar wel iets over gehoord. Oh, het podium ziet er zo gaaf uit. De lampen zijn aan. Okidoki. Nou, we gaan het maar gewoon eventjes proberen. Ik vind het heel spannend. Wow, er zijn echt heel erg veel mensen hier zo in het publiek. Maar, let's go. Oh, oh, nou dat gaat nog best wel goed. Ik kan echt heel erg goed gitaar spelen. I like it, I like it, I like it. La da 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 da. En. Wat is er gebeurd, jongens? Oh my goodness. Ik ben echt heel erg mini klein geworden. Oh nee. En iedereen is aan het kijken. En ik kan helemaal geen gitaar spelen. Ik ben het allemaal vergeten ineens. Oké, ik ga snel naar buiten. Oh, iedereen is aan het lachen. Oh, het is echt heel erg vervelend. Ik schaam me helemaal kapot. Oh, ik was helemaal niet door dat het avond was. Iedere avond word ik jonger. Ik vind het echt heel erg apart. Heel eng. En ook heel raar. Want wat gaat er zo meteen nog gebeuren? Hallo? Oh, daar is een meneer met een wit busje. Oh, ze komen achter me aan. Misschien moet ik zelf ook maar eventjes een auto regelen of zo. Mama die zei links, rechts, links. Goed opletten. En go. Er is helemaal niemand, dus het is veilig om over te steken. Oh jeetje, het wordt nu alweer donker. Ah, de tijd gaat zo snel. Is deze auto van iemand? Nee, niemand in de buurt. Ik ga snel maar eventjes rijden. Woehee! Okidoki! Oh, ik heb echt heel erg honger.
Oh nee, stoplicht is rood. Misschien moet ik even wachten. Jongens, ik heb niet zoveel tijd. Ik ga er gewoon doorheen. De supermarkt. De supermarkt. Hier moet ik absoluut en zeker eventjes in. Hallo. Ik ben een jong kindje. Ja, ja, ja. Heel casual. Ik heb geen geld, jongens. Dus misschien moeten we maar eventjes heel snel iets pakken. En een pakje melk. Zo. Dat is goed voor de groei. En over melk gesproken. Ik heb eigenlijk ook wel zin in een ijsje. Ik ben een kind, dus ik mag alles eten wat ik wil. Mwahaha. Da, da, da. Nee, dit ijsje had ik al hoor. Dat had ik van de ijswinkel gekocht. Ja, ja, ja. Oké, okay, doei. Ah! Oh, ik ben bang. Ik ben bang. Wat is de wereld ontzettend eng, zoals klein kind. Wat moet ik nu doen? Oh, oké. Okay, we gaan snel maar eventjes rennen, want straks komt er iemand. Au. Oh, jongens. Ik ben gevallen. Mijn been is gebroken. Zien jullie dat? Oh, nee. Dat is echt niet goed. Ik moet ervoor zorgen dat ik in het ziekenhuis terechtkom. Ik denk dat ik er wel doorheen kan komen als ik gewoon zo op mijn rug kruip. Let's go. Hallo, is er hier iemand? Oh jeetje, ze zijn nog steeds met vakantie. Er zijn al echt al heel erg veel dagen voorbij gegaan. Oké, okay, ik denk dat ik maar gewoon eventjes een bedje moet vinden voor mezelf. Ja, hier. Dit is helemaal prima. Zo, nou, ik lig beter. En hopelijk komt er zo meteen een dokter. Hè, wat hoorde ik nou? Het was een dokter. Een dokter liep daar net naar buiten. Wacht, 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 wacht. Huh? Ik ben een baby. Oh my goodness. Wat is er gebeurd? Ik zit helemaal opgesloten hier zo in een doekje. Ah! En ik kan ook totaal niet bewegen. Oh, dit voelt echt heel erg raar. Ik kan me helemaal niet meer herinneren hoe het voelde om een baby te zijn, jongens. Maar nou ben ik een baby. Ik heb echt weer zin in een ijsje. Dus we gaan... Oh, wacht eens eventjes. Ik heb nog helemaal niet geleerd om te lopen. Of kruipen. En ik zit opgesloten in dit handdoekje. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik raak in paniek, jongens. Ah! Even rustig aan, Jamila. Er is vast nog wel iets wat ik zou kunnen doen. Bijvoorbeeld naar het park. Oh nee, ik kan natuurlijk nog steeds niet lopen. Wat moet ik doen als een baby? Wat is het saai om een baby te zijn? Nou ja, ik denk dat ik nu maar gewoon nog eventjes een dagje moet reflecteren op mijn leven. Het was een prachtig leven. Al dan niet een beetje kort en een beetje apart. Heel erg raar. Maar ik ben toch wel heel erg blij en tevreden. Dus wat mij betreft is het oké. Ik ben van de dood teruggegaan naar geboorte. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent dit dat je nu helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. Dat is namelijk, wat is jouw favoriete snack? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!